Mijn naam is Rowan Verzane, 29 jaar oud. Ik woon in Tilburg. En mijn vorige club was Cincinnati Dutch Lions. Rowan, bij Volendam, Willem II, Fortuna Sittard, Almere City. En toen besloot je naar Kozakken Boys te komen. Ja, klopt. Eigenlijk bij Almere City liep mijn contract af. En ben ik lang tijd op zoek geweest naar een nieuwe club. Maar heb ik niet gevonden. En toen heb ik uiteindelijk voor de topklas gekozen bij Kozakken Boys. Je hebt ondertussen ook nog, daar zullen veel mensen wel weten, een avontuur gehad in Amerika. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, klopt. Eigenlijk dat ik net rond was met Kozakken Boys om voor dit seizoen hier te spelen, werd ik benaderd door de president van die club. En dat is een Nederlander. Om in Amerika te spelen. En dat was voor een periode van 3 maanden. En dat was een hele mooie ervaring en mooi om mee te maken. Net de play-offs niet gehaald? Klopt, ja. Op de laatste speeldag hebben we net de play-offs niet gehaald. Maar voor ons eerste seizoen, tweede eindigen, is op zich een knappe prestatie. Hoe is het voor jou om de stap terug te maken? Want dat is natuurlijk van profvoetbal naar het amateurvoetbal. Nou, ik denk niet dat het een hele grote stap terug is. Ik heb heel veel verhalen gehoord van oud-profs die terug zijn gestapt naar topklasse. En ik hoor alleen maar goede verhalen. Ik had liever nog profvoetbal gespeeld, maar uiteindelijk is het niet gelukt om een nieuwe profclub te vinden. En ik ben nu heel blij dat ik hier weer kan voetballen. Je draait nu een week mee met deze groep. Wat zijn je verwachtingen voor dit seizoen? Ik denk dat we op zich een hele goede groep hebben. En aangezien ik vorig jaar wel een beetje gevolgd heb, is iedereen aan elkaar gewaagd. En ik denk dat we wel hoog kunnen gooien. En zelf individueel? Ik wil gewoon belangrijk zijn met goals en assists. En als ik daar het team mee kan helpen en als we daarmee hoog kunnen meedraaien in de topklas, is het alleen maar mooi meegenomen.